Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Mike, de vraag waar we eigenlijk altijd mee beginnen is, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Het blijft natuurlijk wennen om niet je normale dagelijkse dingen te kunnen doen. Maar ik heb genoeg te doen. Ik ben druk met afstuderen eigenlijk, met mijn bedrijf. Dus het gaat goed. Ja, maar nog wel genoeg te doen dus. Ja, zeker. Ja, het houdt me bezig. Hoe is je situatie? Ben je op dit moment in Zwolle? Of? Ja, ik ben gewoon in Zwolle. Ik zit hier in mijn appartement gewoon. En af en toe in de weekenden dan probeer ik een paar dagen terug naar mijn ouders te gaan. Dus soms wel lekker een soort van SK. Even weer fijn met je familie om je heen. Ja. Maar verder ben ik eigenlijk voornamelijk hier gewoon in Zwolle, ja. Ja. Dan heb je natuurlijk al een tijdje geen basketbal meer. Kun je dat een beetje verkroppen? Ik vind het wel lastig hoor, moet ik zeggen. Normaal heb je ook 3 maanden geen basketbal, maar dan voelt het toch anders of zo op de een of andere manier. En we waren natuurlijk ook met het team op weg om iets moois neer te zetten. Dat gevoel had ik echt. Dus dat niet afgemaakt kan worden. En dan ook bedenkend hoeveel plezier we gewoon onderling hadden en hoe leuk het jaar was tot nu toe en succesvol ook. Dat maakt het wel zuur. Ja. Kun je dat horen? Wat was je eerste reactie? Eigenlijk een beetje van, het zal wel wel wat worden tot een donderdag. Je hebt net bijgetekend ook nog eens, dus alles lijkt gewoon voorspoedig te gaan en alles lijkt gewoon top. En dan ineens krijg je dat te horen en we zouden maandag weer bij elkaar komen. Dus dan is het wel even een schrikreactie en je denkt dan van oké, het is toch wel serieus, maar ja, toch in je hoofd is het nog we zien het over 4 dagen wel en het zal wel loslopen of zo. Maar uiteindelijk hebben we maandag niet eens meer een meeting gehad, omdat natuurlijk zondag de persconferentie was van mensen blijven thuis. En, toen ineens ging het heel snel, ja. Ja. Wat zijn de lastigste momenten, Mike, dat je het echt mist? Ja, ik merk gewoon, als ik bijvoorbeeld sportmomenten nu zie op Instagram of ergens highlights, bijvoorbeeld ik was een half uurtje van die Jordan documentary aan het kijken, zoveel kippenvel gewoon op je lijf, weet je wel. gewoon meer dan normaal als je bepaalde dingen ziet. En daaraan merk ik dan wel echt van, ik mis het wel echt. En, dat soort momenten zijn dan wel dat je denkt van, dat gevoel en die adrenaline en zo, dat heb je gewoon niet meer. Kun je nog wel wat doen? Of? Ja, zeker. Ik heb spullen uit de fitness een aantal heb meegenomen hier. Dus ik kan in mijn appartement wel gewoon, het is niet optimaal natuurlijk, alleen ik kan gewoon fitnessen. En daar hou ik me gewoon bezig en ik heb een bal en ik woon niet zo heel ver van het Weeslandenpark af. Dus vanochtend ook, dan ga ik er lekker vroeg naartoe, dan is er niemand, komt het zonnetje net op en dan ga ik lekker daar een balletje gooien. Dus ik kan er wel bezig blijven, maar het is niet hetzelfde. Nee, zeker niet. Maar een bal heb je dus al wel weer aangeraakt? Ja, jawel. Ja, nog niet, zoveel als ik had gewild, alleen af en toe ga ik wel even lekker een balletje gooien. Ja. Je was natuurlijk net begonnen met je shirts. Wat heeft het voor invloed gehad daarop? Wel een hele grote invloed eigenlijk. Maar zowel positief als negatief, denk ik. Ik had natuurlijk een pre-order gedaan. Dus mensen konden vooraf bestellen. En dan zodra de voorraad er was, hadden ze meteen een shirt. En dat ging in het begin eigenlijk supergoed. En toen brak de crisis uit, de coronacrisis. En vervolgens zit je ineens van, geen bestelling meer binnen, wat natuurlijk ook logisch is. Daarna ging het gelukkig wel weer redelijk lopen. Ik mag zeker niet klagen hoe het nu loopt, alleen je moet ineens wel schakelen en creatief en innovatief bezig gaan met hoe je wel mensen nu bereikt en hoe je mensen toch enthousiast krijgt om een shirt te kopen. Kijk, heel veel webshops en bepaalde online artikelen worden heel goed verkocht op dit moment.
mensen hoeven nu niet naar buiten. Nee. En over het algemeen kleden we ons toch, of we het nou leuk vinden of niet, om, of omdat we zelf een stijl leuk vinden, maar ook om, om er goed uit te zien voor anderen. Zo is het nou eenmaal. En ja, als je er niet voor anderen goed uit hoeft te zien, ja, waarom ga je dan een shirt kopen? Mm-hmm. Dus ja, goed, dat soort dingen zijn wel voorbij gekomen en hebben we in die zin wel geraakt, hoe je dat zo wilt noemen. Maar biedt ook kansen, dus ik vind het eigenlijk, ik sta nog in het begin en alles is nieuw en leuk, dus ik vind het eigenlijk wel, wel interessant om, om ermee om te gaan en mee bezig te zijn. Je kan er misschien ook wel meer mee bezig dan dat je had gedacht? Ja, absoluut. Ja. Ik heb echt dagen gehad dat ik bijna de hele dag dingen aan het doen ben, ervoor concepten aan het bedenken. En, ja, die tijd had ik anders inderdaad niet gehad. Dus in die zin niet leuk. Alleen het biedt ook weer andere kansen. Dat natuurlijk wel, ja. Ja. Hoe zie je de komende periode, Mike? Ja, ik denk veel van hetzelfde. Ja, dus, net als de afgelopen persconferentie is natuurlijk weinig veranderd. Mm-hmm. En ik denk dat we nog wel even zoet zijn, als ik heel eerlijk ben. Je kan het natuurlijk niet voorspellen. Maar als je ook ziet hoe de druk op de zorg is. En die kunnen natuurlijk ook niet dit soort dagen blijven maken. En als je nu alles erop zou gooien, dan denk ik dat je die druk weer opvoert. Dus ik denk dat we nog wel eventjes zo door moeten met z'n allen. Ik vermaak me wel, denk ik, de komende tijd. Landstede Hammers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.